Je hebt toch gepikt? Als Leo dat merkt, ben je nog niet jarig. Jij had toch ook bij de rat in die doos zit? Wat verstopt je nou onder je bed? Geld? Een dagboek? Natuurlijk! Ons broertje heeft precies opgeschreven hoe we in dit van onze gelukt zijn terechtgekomen. Vast. Genoeg geld hebben om ermee te kappen. Waarom
Het is toch juist leuk? Jawel, maar we hadden een afspraak. We zouden net zo lang doorgaan tot we genoeg geld hadden om het huis op te knappen. Dus, hoe lang nog? Nog een paar gasten. Straks komt er weer een gezelschap. Waar we de rest van de raam voor besparen, nemen we de hele week weekendjes weer zullen boeken. Mooi! Dan kan ik wat nieuwe recepten proberen. Het knokenbroodje heeft niet zo'n smaak. Misschien moet hot van beter. Vooraf toosje vorm, dan soep met eiballen en een vliegvlijt toe. Perfect! Klinkt wat. Dat zeg ik! Perfect! Zeg, als we toch genoeg geld hebben, kunnen we pas de telefoon doen. Die valt steeds weg. Dat hoort erbij. Laten we het licht toch ook niet maken? Dan heb ik eerst liever de water. Dit is erg lastig om die spookwagens in te krijgen met het roestige water. Roestig water en af en toe geen licht en een telefoon die steeds wegvalt, dat horen gewoon bij een spookhotel. Je hebt gelijk. Zijn we klaar voor de barones naar gezelschap? Is de generale repetitie van de jeugdmusical in Zwaag. Maar wilt u de hele voorstelling zien van onze nieuwe voorstelling Spooky Hotel? Dan bent u van harte welkom in de Witte Valk op zaterdag 19 maart om 7 uur 's avonds en op zondag 20 maart om 2 uur 's middags. Bedankt.